dagelijkse woorden van God. De mens is door Satan verdorven en hij is de hoogste van alle schepselen van God. Daarom heeft de mens de redding door God nodig. De mens is het onderwerp van Gods redding, niet Satan. Wat gered wordt, is het vlees en de ziel van de mens, niet de duivel. Satan is het onderwerp van Gods vernietiging. De mens is het onderwerp van Gods redding. Het vlees van de mens is verdorven door Satan. Dus het eerste wat gered moet worden, is het vlees van de mens. Het vlees van de mens is diep verdorven. Het is iets geworden dat zich tegen God verzet. Het bestrijdt en ontkent het bestaan van God zelfs openlijk. Dit verdorven vlees is gewoon te onhandelbaar. Niets is moeilijker om te behandelen of te veranderen dan de verdorven gezindheid van het vlees. Satan dringt het vlees van de mens binnen om er onrust te zaaien. En hij gebruikt het vlees van de mens om het werk van God te verstoren, om afbreuk te doen aan Gods plan. Zo is de mens Satan geworden, de vijand van God. De mens moet eerst overwonnen worden voor hij gered kan worden. Daarom gaat God de uitdaging aan en wordt hij vlees om zijn geplande werk te verrichten en de strijd met Satan aan te gaan. Zijn doel is de redding van de mensheid, die verdorven is, en de nederlaag en vernietiging van Satan, die tegen hem rebelleert. Hij verslaat Satan door zijn overwinningswerk van de mens. En tegelijkertijd redt hij de verdorven mensheid. Zo lost God twee problemen tegelijk op. Hij werkt in het vlees, spreekt in het vlees en onderneemt al het werk in het vlees, zodat hij zich beter met de mens kan bezighouden en hem beter kan veroveren. De laatste keer dat God vlees wordt, zal zijn werk van de laatste dagen in het vlees worden afgerond. Hij zal alle mensen naar soort indelen, zijn hele management afronden en ook al zijn werk in het vlees afronden. Nadat al zijn werk op aarde is gedaan, zal hij helemaal overwinnaar zijn. Door in het vlees te werken, heeft God de mensheid helemaal overwonnen en voor zich gewonnen. Betekent dit dan niet dat zijn hele management ten einde is gekomen? Als God zijn werk in het vlees af heeft, krijgt Satan geen kans meer om de mens verder te bederven, omdat hij verslagen is en God de overwinnaar is. Het werk van de eerste incarnatie van God was de verlossing en de vergeving van de zonden van de mens. Nu is er sprake van overwinningswerk en het winnen van de mensheid voor zichzelf, zodat Satan zijn werk op geen enkele manier meer kan uitvoeren en volledig verloren zal hebben en de totale overwinning voor God is. Dit is het werk van het vlees en het werk wordt door God zelf gedaan. Hij zal zijn management beëindigen.
vlees de mens volledig heeft verkregen en overwonnen. Betekent dat dan niet dat zijn management beëindigd is? Wanneer God zijn werk in het vlees afrondt en regeert als overwinnaar, is Satan verslagen, kansloos om de mens te verderven. Dit is het werk van het vlees, gedaan door God zelf. De laatste keer dat God vlees wordt, zal hij het werk van de laatste dagen afronden en alle mensen indelen naar hun. Hij zal zijn management beëindigen, al zijn werk in het vlees, nadat zijn werk op aarde eindigt, zal hij zegen wordt, zal hij het werk van de laatste dagen afronden en alle mensen indelen naar een soort. Hij zal zijn management beëindigen, al zijn werk in het vlees, nadat